IJsspeedway is alleen voorbehouden aan coureurs die de mogelijkheid en het geld hebben om in Zweden en Rusland te rijden. Want daar zijn de geschikte ijsbanen om op te racen. In Nederland is het simpelweg te duur om het ijs van een kunstijsbaan dik genoeg te maken. En dan biedt de vorst uitkomst. In Wartena, of zoals de Friezen zeggen Warten, is het ijs van de plaatselijke ijsbaan zo'n 20 centimeter dik. Genoeg om 3 uur lang motoren overheen te laten scheuren. Een van de deelnemers in Wartena is Mark Stiekema. De knalster heeft de banden van zijn speedwaymotor volledig aangepast om goed over het ijs te kunnen gaan. Het zijn van die zelftappers, dus niet zoals bij de ijsraces dat ze echt van die lange spikes erin hebben. Dat hebben wij niet. Wij hebben gewoon parkers van 2,5 mm erin. En dat staat, die mogen dus millimeter uitsteken volgens het reglement. Toevallig heb ik een set wielen gekocht. Ik heb thuis nog één gemaakt, maar met één achterbandje waren we dik 3 uur bezig. Met dat achterbandje mag Stiekema dit keer op het ijs racen, waar hij normaal met zijn speedwaymotor op Sintel zijn rondjes draait. Het gaat Stiekema goed af. Nou, het is gewoon, gewoon een kick. Gewoon die parkers in de banden en gewoon hard over het ijs gaan. En ja, voor mij een heel nieuwe ervaring. Een man die veel ervaring heeft met ijsspeedway is Johnny Tuinstra. Tuinstra uit het Friese Tsumarm is een van de weinige Nederlanders die heeft meegedaan aan de WK Grand Prix cyclus. Hier rijdt hij in eerste positie rond op een motor die helemaal is gemaakt voor het racen op het ijs. We hebben dan spikes in de wielen, om volledig grip te hebben natuurlijk voor het ijsracen. En, hebben wij ongeveer 120 spikes erin zitten. En, in de achterband hebben we ongeveer 170 spikes zitten. En die zijn ongeveer 28 mm lang. Dat is, er zijn normen voor, die mogen maximaal 28 zijn. Op 400 meter baan dan redden we ongeveer 130 op het rechte stuks. En dan zonder remmen duiken we zo de bocht in. 130 km per uur is een snelheid die de man die hier rijdt in een oranje jas bij lange na op zijn crossmotor niet haalt. U herkent hem hier niet, maar het is wel iemand die juist heel bekend geworden is dankzij zijn rondjes op het ijs. Ik heb ook al een keer de supermotaarwedstrijd gereden in Jouren. En diezelfde mensen die doen hier ook veel met motoren. En die zeiden al van ja, jullie moeten eigenlijk even wat meedoen. Het is zo'n mooie ervaring. Hij had dat nooit gedaan. Hij zei nou, gaan we eerst even een keer rijden van tevoren. En dat hebben we gedaan. En toen was het inderdaad zo mooi. En toen zeiden we, jongens, we doen mee. Ritsma weet bijna de halve finale te halen in zijn klasse. Maar in een van de heats gebeurt dit. Er ligt heel veel prut op de baan. En wij hebben maar hele korte spijkjes. Dus ik remde hem iets te hard de bocht in. En met de achterrem. En hij begon te glijden. En hij pakte geen grip meer daarna. Dus gleed hij door onderuit. Je valt niet hard. Je glijdt heel rustig onderuit. Maar goed, dan is het wel klaar. De terugkeer op het ijs eindigt voor Ritsma dus in de heats. Ja, dan ben je toch weer terug op het ijs, hè? Ja, en weer op een rondje. Gaat alleen niet op tijd. Terug naar Mark Stiekema, die zich na 2 heats heeft geplaatst voor de finale. Stiekema staat vanaf de binnenkant voor ons rechts. En hij moet het opnemen tegen onder andere Dirk Fabriek uit Ter Apel. Rijdend in het zwart met nummer 12. Fabriek heeft een prima start. Stiekema blijft staan. Maar is bezig met een inhaalrace, want in de eerste ronde heeft hij meteen al 2 man gepasseerd. Fabriek is al te ver weg voor Stiekema. En zo finisht Dirk Fabriek oppermachtig als winnaar op het ijs van Wartena. Nou ja, oppermachtig, maar het is gewoon even leuk bezig. Het gaat niet echt om een strijd. Ja, tuurlijk, je bent met elkaar in de baan, dat maakt het wel extra leuk. Maar ja, de start moet je hier gewoon pakken. En daar heb ik een paar keer op geoefend naast de baan. En ik had nog geen mogelijkheden gehad om te gaan trainen even met dat ding. Maar dat wou me toch wel aardig lukken. Voor Stiekema rest niet meer dan de tweede plaats. Maar voor hem telt veel meer de bijzondere ervaring met het ijs. Wat was er zo mooi aan om dit vandaag te kunnen doen? Ja, gewoon dat ijs. Alleen het ijs al op dat ijs rijden, dat is gewoon mooi. En hoe voelt dat om op ijs te rijden? Ja, dat klinkt dus heel raar. Het is gewoon, het zit eigenlijk tussen de oren. In principe is het gewoon hetzelfde als op Sintels. Maar ja, alleen nu rijden we gewoon op een gladde ondergrond. Als het weer de komende week mee zit, dan mag Stiekema zondag opnieuw met zijn motor op het ijs. Want dan wordt er wellicht in zijn woonplaats Stadskanaal een ijsspeedway race georganiseerd.